Hey, een hele goede dag allemaal. Goed en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Het is hier een beetje een zootje. We hebben een prunus gekapt. Deze hele aanhanger zat vol. Toen heb ik het hier afgetrokken bij de klant en versnipperd. Nou, het stelt bijna niks meer voor. We zijn hier in Bilthoven. En ja, je ziet het grote probleem hier al. Een meerstammige berk en een enorme cede. We gaan even kijken. De mensen gaan verhuizen, dus het is hier allemaal... open. We zijn er in de tuin. Het is een redelijk grote tuin. Waar eigenlijk niks bewaard hoeft te blijven. Dus er mag van alles neergooien. Alleen de berk in het midden. Die willen ze toch nog een kans geven in de nieuwe tuin. Dus die proberen zoveel mogelijk te bewaren. We hebben eerst deze tweestammige berk. Deze kant hangt boven de tuin. En de achterkant die hangt bij de buren over. Ik heb even de bolder geplaatst, eventueel om grotere delen aan die kant af te vangen. Jullie gaan met mij mee deze boom in en daarna hebben we nog deze ceder. Ja, deze is echt bizar groot. Ik denk stamdiameter circa 70 centimeter, maar er zitten takken aan met een, ik denk dat deze zeker wel, misschien wel 25, 30 meter hoog is. Misschien 25, ik denk 25. Maar er zitten takken aan, die zijn gewoon 20, 25 centimeter takdiameter. Dat is echt wel ongekend. Dus heb ik helemaal geen zin in. Maar goed, ik heb het aangenomen. Dan moet ik niet huilen. En anders had ik moeten komen kijken een keertje. Ik ga nu eerst in deze klimmen. Ik ga eerst in de linker uitloper. Takken verwijderen en uiteindelijk in de top een ankerpunt maken. Daarna klim ik in de rechter en waar nodig vang ik af. Waar niet nodig. Als het niet nodig is, kleine takjes zoals hier, ja, dat gooien we hier gewoon over de schutting. Eventueel bij de buren is het ook niet zo erg, maar als er maar geen schade ontstaat. Dus we gaan de spullen aantrekken en dan zie ik jullie straks in de boom. Welkom in de top van de berk. We hangen hier nu net op de erfgrens. Straks naar deze kant. We hebben hier even een ankerpunt gemaakt, daarboven voor te vangen. Die loopt hier beneden naar de bolder toe. Het vangtouw ligt aan die kant. Dan heb ik nu even die kant op gegooid. Hangt hij daar in de tak. Kom ik hem straks wel tegen, hoef ik hem niet mee te nemen. Ik heb hier mijn ankerpunt gemaakt. Mijn ankerpunt maak ik altijd onder het vangpunt. Er komt natuurlijk een grote kracht op te staan. Mocht daar op een of andere reden wat uitbreken. Je ziet, er zit een rotte plek daar. Weet je, dan neemt hij waarschijnlijk het vangpunt niet mee. Of het ankerpunt. Als je natuurlijk het ankerpunt erboven hebt en het vangpunt komt hier een kracht op te staan. Ja, dan ga je zelf ook mee. Ja, dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Dus ik ga nu afdalen. En dan naar de andere kant toe. We zien hier de ceder. En waar ik het net over had, ik denk, even kijken, we zitten nu ruim boven het huis. Ik denk dat we nu per meter of 13, 14 zitten. Je ziet, er zitten hele dikke grote takken aan. Echt ongekend. Kijk, het kappen gaat vandaag wel lukken. Afvoeren weet ik niet. Ik heb al aangegeven, we hebben aanhang bij. Ik weet niet of we het hier allemaal in de aanhang kwijt kunnen vandaag. De klant zegt, weet je, ik help je sowieso mee. Dus hij is echt aan het meehelpen, dat is echt tof. En daarachter heb je een soort van groenstook van een meter of 10 breed. En daarachter heb je het spoor. Ja, het enige wat de gemeente daar doet is maaien. Hij zegt, joh, als je daar versnippert straks, alles wat daar een beetje daar ligt. En je verspreidt dat, dan is dat oké. Okay. Dus dat is altijd een opsteker aan het begin van zo'n dag. Er komt nog een treintje langs. Dat zal nog wel vaker gebeuren vandaag. Goed, we gaan even hard werken hier. Je ziet dat het midden van de stam echt een stuk meer naar links is. Ik moet die kant op. Als je hier aan de onderkant laat zakken, dan kom ik daar boven de bosjes te hangen en dan kan ik nergens omheen. Dus echt contact blijven houden met de stam. Op deze manier ben ik nu in deze aan het klimmen met de fliplijn en heb ik mijn eigen ankerpunt daar hoog in de berk. En natuurlijk vangpunt, touw hangt daar, dus als ik wat wil afvangen kan ik erbij.
We hebben daar het vangpunt. Meneer heeft het touw vast, loopt naar het vangpunt toe zonder de boulder, omdat dit geen zware tak is. Loopt naar de tak toe. Ik heb hem denk ik gebalanceerd ongeveer in het midden. Ik denk dat hij aan de top ietsje zwaarder zal zijn. Ik zaag hem hier af. Dan hoop ik dat hij rustig aan. Of ik zaag hem zeg maar 80% af. Dan gaat hij wel een stuk die kant op. Als ik zie dat hij die kant op beweegt, zaag ik hem helemaal af. En dan zal hij in de tuin landen. Als hij richting de tuin gaat, kunt u hem wel laten zakken. Dat hij niet de hele tijd gaat zwieberen en zo. Yes? Oké. Okay. De volgende tak die we gaan afvangen, dat is deze. Die is een stuk groter. En je ziet dat vanaf het ankerpunt kan er geen rechte lijn gemaakt worden. Dan gaat hij door deze tak heen. Dus we gaan deze takken weghalen. Die zijn niet zo groot. En dan hebben we een rechte lijn naar de tak die gevangen moet worden. Het werkt een stuk prettiger en veiliger. Oké, hetzelfde verhaal. Meneer heeft de lijn vast over het vangpunt. Loopt hierheen, daar vastgemaakt, ongeveer gebalanceerd. Timo staat te wachten om hem te pakken. Als de tak die kant op gaat, blijft hij boven de tuin hangen. Timo sleept hem nog gelijk een stukje richting de garage. Pak hem maar, Timo. Okido. Joep, dankjewel. Het is allemaal beesten in die berg, joh. Die lijpe kleine groene beestjes. Ze zitten allemaal bij dat blad. Ik weet niet of het soort luizen of iets dergelijks, maar kriebelt als de malle. Hey, zou jij nou zomaar ook een klant laten afvangen? Nou nee, dat zou ik niet door iedere klant laten doen, maar ik leef wel bij het principe iemand met een beetje verstand en inzicht. Ja, die het een paar keer heb gedaan, of zelfs in het geval van deze klant helemaal nooit. Die laat ik liever afvangen dan iemand die het al 10 jaar doet en er geen balverstand van heb en geen kijk en nog steeds dezelfde fouten maakt. Nu hebben we de eerste iets licht afgevangen, de volgende was ietsje zwaarder en deze is nog zwaarder. Die komt ook van ietsje hoger, zal een grotere swing hebben. Ik probeer hem naar, even kijken hoor, het vangpunt is daar. Komt straks deze kant op en dan probeer ik hem naar die kant weg te zagen. Als we die kant op gaan, boven het huisje, dan die kant op weggaan en hopelijk daar ineens in de tuin belanden. Bij de takken van net was het niet echt belangrijk om een valkerf te plaatsen. Dat doe ik bij deze wel, omdat ik specifiek wil dat hij die kant op gaat. Omdat hij dan een mooie baan zal volgen naar de tuin. Het gewicht hangt meer naar die kant toe. Dus als ik hem naar die kant, komt hij hier eerst in de boom terecht. Ja, en dan daar in de bosjes.
Ja, dus ik ga proberen hem een beetje die kant op te sturen. Meneer heeft hem één ronding om de boulder gedaan. Vangpunt deze kant op, bijna horizontaal. Zo hoog zitten we. Ik ga een valk even plaatsen aan de achterkant. Ik ga eerst even aan de achterkant zagen. Dan kijk ik u aan, dat doe ik even zo. Ja, dan gaan we ervoor. Yes? Dat was wel vet, hè? Er was hier een groot probleem. En dat probleem is nu daar, boven de tuin. Dit is het allergrootste voordeel van afvangen. Problemen verplaatsen van plekken, ja, waar je er niks mee kan, naar plekken waar het heel makkelijk verwerkt kan worden. We gaan nu deze stam afvangen, een centimeter of 15 diameter. Ik denk 2 meter lang. Timo gaat hem vangen, heeft hem een half keer omheen. Het idee is om hem af te zagen, zal hij die kant op gaan en dan direct daar in de tuin te laten landen. Oké, door de boom heen. Hey. Perfect, man. We gaan nog 2 stammen hier afvangen. Ik ga deze hier afzagen en dan duw ik hem een beetje die kant op, richting de buren. En dan hoop ik dat hij iets meer swing krijgt en beter de tuin in landt. Want hoe dichter bij het vangpunt komen, hoe minder swing er is, hoe minder ver die zal gaan en hoe groter de kans dat hij op het hekje zal belanden. Dus ik probeer een beetje die kant op te krijgen. Komt je? Perfect. Die was minder goed. Ja. Daar raakten we het even het hekje van de buren. De paaltje zit aan deze kant en ze hebben er een betongaas wat aan die kant opgeschroefd. Nu zijn de schroefjes los, dus die kunnen we redelijk makkelijk weer vastschroeven. Maar wel op blijven letten. Soms word je overmoedig, denk je dat je alles kan. Goed op blijven letten. Als we daar de pergola raken, of het huisje daar, ja, dan heb je er ineens een heel project bij. En dat is niet waar ik op zoek ben op dit moment. Je ziet dat ik hem richting het huis had gestuurd en ik ben hier stiekem door de breuklijst gezaagd. Je ziet aan deze kant heb je dan een groter gedeelte, waardoor hij meer naar die kant op zal trekken. Dus ik dacht hem juist eerst meer naar die kant te krijgen, maar nu ging hij toch meer naar links. Maar goed, hij ligt er perfect bij.
heb je nou ook wel eens van die klanten die zeggen, ja, nee, maar ik help ook mee. En dan kom je daar en dan trekt hij twee takken naar de aanhanger en dan gaat hij koffie drinken en pauze houden en even zijn e-mail kijken, weet je wel, dat soort dingen. Daar hebben we dus geen reet aan. Deze meneer gaat verhuizen van nummer van een tussenwoning naar zeg maar een hoekwoning, 201 kap, achter iets, met een garage en dergelijke. Die helpt dus echt mee en dat had hij geen eens beloofd. Dus dat vind ik wel tof en ik hoop dat ik straks de energie heb om hem daarvoor te belonen. We hebben hier de takken liggen van de berg. Die is nu klaar. Het onderstuk gaan we straks nog even omzagen. We gaan deze bult versnipperen. En dan gaan we weer in de achtertuin werken. Dat was het versnipperen van de berg. Een hele enorme bult met takken is hier weg. Allemaal door de versnipper gegaan. Waardeloos product. Waardevol product. Gaan we iemand mee blij maken later deze dag. Je ziet hier wat er gebeurt als ik hem met een open aanhanger versnipper. Kijk, het gaat aan de voorkant. Spuit hij tegenaan en dan spuit het overheen. Dan krijg je deze bende. En nu is dat hier niet erg, want er zijn genoeg borders hier om het weg te blazen. Maar dit is de reden waarom je in stedelijk gebied het liefst met gesloten aanhanger versnipperd. Dan blijft alles in ieder geval zoveel mogelijk. Hè? Ik zeg altijd 99,9% blijft er dan in. We gaan nu de onderstam van de berg omzagen. Zo, dat was de berg. Hier ligt al het hout. Behoorlijke partij. Mooi hout ook. Alle takken zijn versnipperd. We hebben de stamlaag afgezaagd. Op een later moment, als de hele tuin wordt aangepakt, over een jaar of zo, dan gaan ze ook alle stronken frezen. Dus de stronk voor nu kan blijven staan. Dan gaan we nu naar die enorme boom hier zo. Deze grote ceder. Zo, dat was de klussen in Bilthoven. Bijna alles is natuurlijk goed gegaan. Bij het afvangen van één groot stuk stam van die berg liet Timo, ik heb het even over gehad met hem. Ik heb gevraagd, was het te zwaar? Nee, het was niet te zwaar, maar hij liet hem gewoon te vroeg zakken. Waardoor hij tegen dat hekje aankwam. Dat hekje is door de klant zelf alweer inmiddels gerepareerd. Dus dat probleem, opgelost. Vond jij dit ook een gave video? Doe dan even die duim omhoog en laat hieronder weten wat je van deze video vond. Net als altijd wil ik je weer hartelijk bedanken voor het kijken. En we zien elkaar de volgende keer weer. Hey, geniet nog even van het uitzicht.